Jongens en ik, Games, leuk dat je kijkt naar een groot nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag zijn we terug bij Survival en een aap en een border. Is tegen mij gezegd, Nick, maak een border plugin. Ik heb een border plugin gemaakt via Script. Je weet wel, die hele leuke tutorials op mijn kanaal. Kijk ze zeker even. Heb ik even een border plugin in elkaar geflanst en die heeft deze persoon erin gekwakt en er een mappie van gemaakt. En we zijn hier. Hallo, Martijn mensen. Mooi. En daar is een village, dat is wel heel nice. En hier staat, ja, hallo monkey en NGZ, jullie moeten survivalen. Jullie moeten de world border zo groot mogelijk proberen te maken. Succes, iets lekkers voor het begin. Ja, dat krijg je ervan als je spawn protection aanlaat, zonder je OP te geven. Zo. Alright, that is nice shit. Steaks. Nee, laat maar even pakken, verdeeld het. Fucking perfect fish, die mag je houden. Dammit. Hier, verdeel het. Oké, laten we de helft in de kist, ja. Hey, jongens, let niet op de scorebord flicker, by the way. Dat had ik zelf ook last van toen ik begin zelf ging maken. Even in de script server die ik heb. Maar alleen dat flicker, ja, daar kom ik niet van af. Ik ben er ongeveer aan gewend dat het flikkert, maar... Hier zit het in. Ik heb deze sweet berries, dus die heb ik zelf gehouden, want die kunnen we gaan farmen. Ik tief die golden apple erin en laat die pufferfish er lekker in zitten. Ja, ik ook. Die pufferfishes zijn grote beest dingen. Dat is een hele mooie kerk. Wanneer launch Minecraft Optifine, please. Voor 1.15, please. Nee, ik had al gezien hier, er zijn wel mooie huisjes. Ja. 1.15. En in 1.15, ik had de logs even nog gelezen voordat ik deze video begon. De logs, dames en heren, er zitten wat leuke spullen in. Volgens mij is dit bijen. Dat kon je ook op de voorpagina zien als je Minecraft opstartte. Ik had iets gelezen over olifanten. Over van alles eigenlijk. Olifanten? Er zit de olifant in de game blijkbaar. Ja, dat wist ik ook. Dus ik wacht in de 1.12 en 70 gooi. De border groeit. Wow. 25 blokken. Let's go. De border groeit. Wow. Ik heb een appel. Chill, let's go. Yeah, let's go. Wow, deze border groeit. Wow. Doe ik ook spannend over een eigen gecreëerde plugin. Ja, ik heb zorgen gemaakt om als de tijd omgaat, komt er telkens 20 seconden bij. En uiteindelijk wordt het steeds meer. Dus er staat nu iets van, volgens mij 40 seconden op. De border is één keer. Er staat nu 20 seconden op. Naar 80 seconden wordt nog eens 20 erop gedaan. Er wordt 40. En wordt plus 40 de tijd. En de volgende ronde is plus 60. En dan komen er steeds meer seconden bij. Moet steeds meer wachten. De border is uitgebreid. So you have it. Nou, I'm gonna make some basic tools, my dudes. Trouwens, wat ik wel heb gemerkt al toen ik deze plugin maakte. Zombies spannen een stuk meer in. Want volgens mij kunnen zombies hier niet meer spawnen, dacht ik. Of tenminste, met mijn test had ik het. Maar ik weet niet of het echt zo is. Zo ja, dan lopen we nu in groot gevaar en dan ga ik schuilen in je cave, doe ik de deur dicht. Zo niet. It's just fine. Jesus, even een dikke... Oh, what the heck? Dikke kutboekje. De border groeit. Wat? Die hele bom flikker opeens om. Ja, your sneaky ding. Heeft hij even een motje erin gestopt? Heeft hij even een plugintje gestopt? Sneaky fox. Have you stone or not? Ik heb nog 7 stone, dus ik ga niet even... Oh, 1 stone age. Ik vind echt dat bomen groeien. Ik ga nog even hakken met mijn stone. Want als het goed is kun je 60 steen hakken met een oude pickaxe. Wow, even de uitreken, King. Varken, jij gaat even in een kooitje. Mag ik binnen? Oh. Varken, ga in. Stikker maar een kutbeest. We hebben 2 skappies. 2 varkens, zag ik al. Ja, en 1 kip. Oh, dat is natuurlijk ook zo. Oh, dat is heel irritant. En we kunnen een kip creëren. Oh, je hebt de borden gevonden. Hey, ik heb kool. Oh, jezus.
Fucking Minecraft met zijn creepy geluiden, fuck off. En dan is er een cave ergens. Wat dan? Hij hoort een spider in een bed. En dat kan ook in de boord zijn, hè? Ja. En I hear a spider over hier. En I mind true hit. But I hit the book now. Dat was een beetje kut. Ik heb echt een hele gold dick, dus dat is echt heel chill. Je kan wel een beetje hier bij de border staan. Hey, kan je al zien of er wortels in de village zijn? Ik kan wel even kijken. Ik heb geen Optifine, dus dat is een beetje een nadeel. Hey, de border! Wat doe jij? Ik dacht dat het de weg naar boven was, maar toen sprong ik naar beneden. Hier. Ik zie wel haybales. Noem je haybales. Ik kan zoveel eten maken. Dat is zeker waar, maar ik zie geen eens. Ik zie. Ja, carrots en wheat. En Vicky. En die jas hier weer uit. Ik hoop ook dat er, hoe heet het, zitten. Wat zit, hè? Noem je dat? Ja, Iron. Noins. Oh, hé, hey, ik heb een cave gevonden, soort van. Of, ik heb een cave gevonden, maar alleen is nog niet toegankelijk, helemaal. Alleen wel een stukje, natuurlijk. Ik ben echt nu al diep aan het graven, ik ben ondertussen al op level. Huts. Hey, monster. Zet... Kutkrieper! Hij zet er nog even World achter. Hey, kijk, Monster Hunter World serie. Heel leuk. Ik ben 34 level, dus ik ben echt gewoon... Nice. Creepers komen natuurlijk door de bergen heen. Waarom ook niet? Gaat dood, joh. Kutbeest. Heb je al een zwaard dan? Nee. En Axe is af en toe ook best goed. Kutspin, ga van het plafond of ja, ik had van je begin al last van je kruis. Hoe diep kan ik? Hoe ver kan ik nog? De boord zit uitbreid. Daar zit kool. Oh, ik ben nu bij de... Nee. Daar zit kool, voor de rest kan ik hier niet heel veel. Zo ga ik nog niet naar boven. Jij hebt hout bij, toch? Ik heb 5 hout bij, maar ik wil even kijken hoeveel zombies er boven spannen. Of hoeveel troep hout spant hierboven. Geen reet! Dit is heel chill. Ja. Ik had er blijkbaar fout. En hij staat nu op peaceful, want ik krijg wel honger. Ja, dat is in de... Ik ben ook... Er werd wel opgeblazen. Ik werd wel bijna opgeblazen net. Dus. Als die bomen ook nog even kunnen groeien, verdamme. We hebben geen water hier. En daar, wat is daar? Is daar nog een village? Is dat, ja, dat is, zag je zuid net. Is dat. Oh. Wat ik daar. Ik zie daar. Hé, de border! De border, hier. Voor de veiligheid. Hey. Iron! Iron! Kut! Op met je kuthoofd! Oh jeetje, ik schrik me dood, jongen. Ik had niet eens wat ik hier zo. Oh, nog één. Eén, nog twee. Eén, nog een creeper. Oh, help. Waarom spawnen ze precies in deze fucking gang? Ik denk dat ze uit de cave komen. Ik ben er... Oh mijn god, ik ben dood. Ik zie het. En nou heb ik geluk dat ik geen... Oh, ik zie stuff. Ligt hier beneden. Ik zoek nu even die skeleton die voor je bekken schoot. Nee. Skeletons. Oh. Ik heb een stuff. Oh, zie het. Ik zie bij de creepers. Ik ga hier staan. Ik wou me dicht. Ze hebben mij... Stay have my attention now. Wat zeg jij, gast? Dacht ik. Oh, kut. Ik ga weer dood. Ik dacht... Wat een kut. Nou jongens, één ding, als je een border maakt, pas op de mobs. Daar zit een skeleton. Daar zit nog een skeleton. Dat dacht ik. Ja, klopt. Doe AP. Ja, ik was net aan het hiden. Ik heb meer iron. Oeh. Schoon, dit was eerst je doodnormale gang. En dan opeens word je graf 2 keer. Nou, wat is er? Herres weer. Gedamme. Altijd herres. Altijd herres, zoals ik een broodje eet. Oh, man. Het geval niet als ik een broodje eet, als ik gewoon rustig probeer iets te doen. Als ik rustig probeer te minen. Is de border serieus? Is de
border is niet naar deze kant. Oh, oh jawel. Ik dacht, heus de border nog niet naar deze kant uitgebracht. Maar jawel. Het is gewoon, kijk maar het verkeerde aan. Gebeurt wel eens, joh. Kut bad, flikker op. Haat die kut dingen. Zo, Nick is echt agressief, jongen. Dat klopt, want ik word agressief van mobs en bats. Want ik haat ze. Hey, Iron. Dat is echt letterlijk één blokje dat ik kan hakken. Kut bad, flikker nou eens op! Ik word geïrriteerd van jou als je door mijn beeld heen komt vliegen. Kutbeest. Ik zeg het al, bats maken me echt boos. We kunnen nog een stuk... Oh, dat hebben we net gehaald. Hoe kom ik er dan boven? Hier, toch? Via de trap die zojuist opgeblazen is. En... Okay. I'm... Oh, zombie achter je. Ja, weet ik zo. Hoezo brandt al... Oh, het regent. Ik dacht, hoezo brandt al beest niet? Go, die, flipping... Kut joh, hoezo is hier een creeper afgegaan? Dat zeg ik net, creeper. Oh, wat jij dat zei. Oh. Ik dacht niet dat de creeper nog eens afgegaan. Huts, huts, huts. Go die. Kut, best doe je, heb ik 1 HP. Wacht, ho. Hebben we meer? Nee, ik heb niks meer. Straks komt er zo'n kut mini zombie, die spant hieronder en die grond. En die grond, en die grond. Oh ja. Dat is gewoon. Hé, hey, dat is een bakje groei. Nice. Tomaten irritant. Je hebt dan wat? Er is een boom gegroeid. Oeh. Love the trees. Hashtag. Zo is het denk ik, hoor. Tree lover. Hier even een klein huisje omheen te bouwen. Ja, oeh, we zijn. Oh, de border. Hé, hey, de border is vergroter. Je hebt eigenlijk helemaal niet wat zijn border. Dammit. Heb je nog een huisje? We zijn. Waarschijnlijk wel, maybe. Het wordt 25 blokken groter, dus. Het is wel fijn, die villagers blijven wel geprotect, omdat die zombies daar niet echt komen. Maar ik wil... Ah, ik wil bij dat water komen, want ik wil een food hebben. Maar we zijn een beetje waterloos hier. Sowieso hebben we geen... Oh ja, we hebben ook een iets. Nee. Mooi huisje. Wow. Ik ga het 18 zonder. Welk level ben jij? Level 3. Level 4, bijna level 5. Schaap, als je het heel even wil waarderen om van mijn muur af te gaan, move. And another tree has been spawned and is going to hell. Wow, dit is nou echt knus. Waar is die chest? Ik heb 9 iron. Nice. I have food delivery. Door. Is dies en dies. En dies. This is food delivery. This is best house of the universe. Niemand, jongens, niemand kan dit huis namaken. Dit is echt ons huis. Dit is echt mijn huis. Ik heb deur. Even 1 iron smelten. Voel ik me echt heel trots op dan. Oh, ik wil een mooi huis. Ja. Dus ik kan niemand namaken. Dit huis ga ik inglaceren. Dit huis ga ik gewoon inglaceren. Dus uiteindelijk als we weggaan, ga ik hier gewoon glas omheen zetten. Zombie, hoezo kom jij uit de mine? Blijf eens op de plek waar je thuis hoort. Nou, dan zag je in je graf en je bent al dood. En een skeleton. Je hebt gewoon een stuk rijpe botten. Kom naar boven. Kan je niet heel snel een trap doormaken ofzo? Dan. Deze goochems moeten even in een mine blijven. Als het even kan. Ik heb haast geen hout meer. Ik maak wel snel. Nu komt er een zombie naar boven. Of toch niet. Kan er alleen nog maar een mini zombie naar boven komen. Ah, brand met je fikken. Maar waarom blijft het zo lang rekenen? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Is echt wel een heel mooi huis, hoor. Dan, cool. Ik had toch kool, rotten flash. What the fuck heb je eraan? Is het over? Nee, nu is creeper hier.
Ja, skeleton. Kijk op mijn huis. Skeleton, ja, kill hem. Skeleton, kill hem. Nee, niet open, niet open, niet openen, niet opblazen. Skeleton, kill hem. Skeleton, kill hem. Oh, ja, top. Ja, CD. Ja. Oh god, kras. Een music disc. Zo'n Ah, follow camera aan. Clawhouse and die. Wat voor music disc is het? Kijk op dit. Auw. 7418. Kutbeest. Ik heb weer 1 AP, zeg ongelooflijk. C418. Wauw, de Creeper Disc. Als we dat gewoon niet noemen. It's just the Creeper Disc. Wat zit er? Oh yes, hun branden eindelijk af. Go burn. Burn like a zombie. Oh, er zit ook nog een creeper bij, help. Ja, brand maar. Brandhout. Oh, nog 50 seconden, hè. Oeh. Deze gaat sowieso niet goed, trouwens. Oh. Wat ik wel even ga doen, is van... 1 iron. We kunnen ook bijna bij de... Hoe heet het trouwens? Bij de... Kerk. Bij de kerk? Dat is de kerk. Ja. Ah. Oh, bij de kerk! Ja, ja, ja. En ik hoop dat we eigenlijk een village kunnen pakken, want I'm de 2 community survival waardige villager breeder. Is iemand zo'n iemand breed, Sam? Krijg ik even dit vlak maken, eigenlijk? Wat? Even vlak met ons huis. And the border! Nee. Ja, maar een van de volgende kunnen we eindelijk het water hebben. Want het water hebben we... Nou, we gaan het waarschijnlijk niet halen van. Want heb ik het echt op een hele domme kutpositie uit. Kun je niet eens of we het huis nog gaan halen? Dat sowieso wel. Nee! All around me of the million feitjes. Dit zijn toch nooit 25 bloks? Dit zijn 2 bloks. Ja, maar hij bereidt aan alle kanten uit, hè, volgens mij. Ja, we vinden het vlak maken. Oh mijn god, sorry. Gast, er staat daar zoveel, hè? Weet je wat? Hey, doe deze twee gewoon even open. Branden. Branden. En er staan hier 3 skeletons. Ik ben weer dood. Oh god, ik heb een half hartje. Ik zie ook gewoon heel dom in dat rok staan. Hey, wij hebben echt toortjes. Wij hebben echt toortjes nodig. Ja, dan kon ik echt heel veel. Oh, fiets. Het wordt weer nacht. Hey, als jij deze trap... Gast, moet je eens komen meekomen, gast. Als jij dit... Nee. Nee? Doe maar nee. Nee, ik zeg... Kom maar heel even naar boven, want we hebben de trap niet meer, hè. Of we hebben ook geen security ding meer. We hebben die trap... Gast, daar staan zoveel 10. Ik denk in totaal 20 mobs. Jesus. Maar die hele trap is hier opgeblazen. Dus I want to... Dus dan ga ik het gewoon helemaal afsluiten. Ja, restore it for purpose. Tch, hetgeen we diven dan. Oh ja, we kunnen dive base maken nu natuurlijk. Oh ja, oh, top. Hier spannen nu wel mobs. Had eigenlijk voor mij niet gehoeven. Maar fijn om te weten dat ze hier wel spannen. Auw, hey, ik ga het huis in. Tot bij. Ja, ik heb 2 hartjes. Ik heb de key. Goed. Oh ja, tot zover de leuke ervaring van de border. We kunnen minen. En mijn pickaxe broke. En I'm... Oh wacht, ik neem even de boven. Ik moet even nog een laag meenemen. Een laag wat? Boven. Beetje stoot je kop. Oh ja. Dus dan moeten we even kool meenemen. Dat is ook zeker waar. Gewoon de helft van het kool, 24. Je maakt gewoon... Cupstutten, praktijken, zijn hier zoveel. Is het precies 24? Oh, ja. Zo, ik heb 1,5 stack, dat moet genoeg zijn, toch? 1,5 stack torches? Of stairs? Ja. Dat is waarschijnlijk zeer genoeg. Ik ga het ook gewoon echt zo doen. Gewoon echt op het safe doen, jongens.
Gewoon al die toortjes één voor één naast elkaar, jezus. Nou, uiteindelijk kunnen we wel wat weghalen, maar... Ja. Het is wel onder ons huis, hè. Je extra secure, level 1000. Och, 56 seconden, dan gaat hij. Dus wij gaan naar boven. En mijn pik is ook net gebroken. En jou ook. Oh, mijn pijl ook, precies. We moeten hier nog wel even sterren plaatsen een keer. Komen we zelf wel. Ik plaats eerst even toortjes beneden, want er zijn nu al altijd toortjes geplaatst. Right. Oh, het is een moppeloeza hier. Top. Kan je misschien ook wat toortjes bewaren, zodra het dag is? Ik heb nog een stack in 21. Dat is goed genoeg. Je kan ze, misschien moet je alles even in de kist doen en dan moet je even een Rambo run doen om alles hier even te plaatsen, want dit is een beetje moppeloeza hier. De borden groeit. Pak hem. Oh, what the fuck, ik word er sloeg me door de deur heen. Wacht, gebruik de 1 blok dinges. We kunnen hier naar boven, snel. Het kan, maar als een creeper en een skeleton hit je. Maar als je nou dit doet, hè. If you do this, you can hack naast. Oh ja. Oh wat? Help, ik ga dood. Oh mijn god. Die creeper had ik niet gezien. Ik had die creeper literally niet gezien. Je zat te schreeuwen om help en ik lette daarop. Ik ga de deur open laten staan. Ik ben bijna dood. Hoog had je. Het wordt weer dag. Zometeen zijn het alleen nog de creeps die het surviven. Oké, alles belt af. Skeleton staat onder de boot. Laatste zombie, can you die? Staat een creeper voor de deur. Top. Ja, en er staan twee naast. Hands off. Ik ben binnen. Ben buiten. Kut creeper 1. Ik heb de aandacht nu. Van die 3. Ergens daar nog 1. Dus you can psych in the house if you want. Oh mijn god, er zit een spin op de borden aan te klimmen. Ja, dus spinnen attacken niet, hè. Oh! Auw. Lekker. Damn it. Oh. Ik maak wat. Oh, ik dacht dat ik me zag. Oh, er explodeerde 1 achter me. Ja. Skeletons, kom even mee. Nou, jongens, brand maar dood. Oh, hier zit nog een creeper. Waarom? Ik ga dit even dicht maken. Bestaan jullie. Ja, echt, jongen. Creepers, nutteloze beesten. Ik heb gewoon geen dirt. Heb jij nog dirt? Ik heb 38 dirt. Het valt in het huis even dichten. Of naast het huis. Ja, maar trouwens. Als we dit wel met toortjes vullen. Een heel klein slide moment probleempje. Ze spawnen hier niet meer, dus ze worden dan verdeeld in de caves. Ik kan het huis kijken, hè. We can check the house now. Ik heb maar 1 HP, op. Met heel veel gezeik. Nou, dit is echt gewoon letterlijk niks. Wow. Want dit kunnen we niet halen, volgens mij. Nee. Nog niet. Nou. Juist. Bij de volgende keer kunnen we denk ik in dit huis wonen, I guess. Of moeten we nog voor de kerk? Kerk zijn we echt. We zijn wel bijna. Bijna bij die hooibalen. En dan hebben we echt heel veel eten. Oh. Nou, ik hoop dat jullie genoten van het kijken zoals je lijkt met die gedaan hebt. Ik hoop jullie weer te zien in aflevering 2. Ik verzamel. Peace, later.